En goedemorgen, het is zondag 24 december en welkom bij een nieuwe vlog. Ja, Downy Day. Ja, toch elk jaar hè, hakt die kleren zo erin. Ja, het is 19 jaar geleden. Get the fuck over it. Nee, zo werkt het niet. Dus dan blijf je moeder. En zeker als je die op jongere leeftijd hebt verloren. Dus. Goed. Ik heb het fucking druk vandaag. Ik moet alles voorbereiden voor morgen. Tiramisu maken. Vlees sorteren. Vlees eruit halen. Nagels lakken. En naar mijn moeder. Ja. En dat nog steeds met een ontstoken kop. Top. Ik heb er ook echt zin in. Maar goed, we maken er weer wat van. En ik neem jullie mee. We zijn lekker de auto ingesprongen. Lekker vroeg, 5:10. Oh, snotte kop. Maar als je zo verkouden, zielig man. Dus, gaan we onze dingetjes doen. Thuis nog even het een en ander doen op de site. Eten, was doen en daarna ga ik door top. Oh ja, en ik wil mijn haar verven vandaag, want ik zie wel weer een paar witte plukken. Zo, nou dan. Dus, dit is de planning. Het is kut weer, joh. Het is gewoon echt vies. Het regent. Ik hoop echt dat het droog wordt, anders hoef ik niet eens naar de zouden te gaan. Dus ik ga niet naar regen lopen, staan, zitten. Dus, let's go. Rijndijk. Ik gaf de koffie aan mijn moeder. Samen met deze meid. Dus. En we zitten weer in de auto. En we gaan weer richting huis, denk ik. We zijn even bij oma geweest. Mijn schat. Ik heb niet gefilmd. Gewoon uit respect. Doen we niet. Ik heb wel een paar foto's gemaakt. En een paar daarvan zou ik plaatsen. Maar niet van mijn mama's plekje of wat dan ook. Maar gewoon even foto's met haar gemaakt. Dus. Ho ho ho. Merry Christmas. Ja.
Sjoe is klaar. Zonder hawaaier ook. Het recept staat op de site. En ik ga er ook afsluiten. Oh, die beweegt helemaal. Anders blijf je niet staan. Het is, weet ik veel wat, bij 6 of zo. Ras slaapt. Ja, je zal me helpen met de tiramisu maken. Die is naar boven gegaan, die heb ik niet meer gezien. Dus ik heb zelf even tiramisu gemaakt. Ik zal het receptje even hieronder linken. En ik ga nu even mijn haar verven. Want ik word weer grijs. Niet te doen. Dus dat ga ik nog even doen. En ik had nog spullen voor de gevulde eieren moeten maken. Maar dat doe ik morgen al. Ik heb geen zin meer. Nou, misschien dadelijk nog. Maar ik had ook mijn nagels nog willen doen. Misschien doe ik dat dadelijk ook nog maar even. Maar goed, dat zien jullie morgen wel. Morgen is kerst. Ja. Kom daar wat je heen. Lekker gezellig. Kom met golfreten. Foto's maken. Just fun. En cadeautjes. Ja. Ik ben benieuwd. Dus, ik zie jullie morgen. Bye. Een hele goede morgen. Het is maandag 25 december. Vrolijk kerstfeest. Jee, het is kerst. Ja. Ik ga er zelf een dagje van maken. Ik heb nou alleen niks te doen. Ik heb vanmorgen in bed al mijn dingen voor de site geregeld. Oké. Dus het is nu echt tijd om wat beneden te geven. Dus, ik heb ook echt een fucking fabulous kerstoutfit aan. Trui, trainingsbroek en die fucking leuke crocs. Heerlijk in mijn kloffie vandaag. Ja. Vroeger ging het altijd helemaal chic de friek. Maar ik ga niet de hele dag in een jurkje zitten. Nee. Echt niet. Ik moet zo zelfs nog boodschappen doen. Dus. Maar goed. Ik ga het even mijn laatste dingetjes doen voor de kerst nog. Ik moet nog wat cadeautjes inpakken. Dus dat gaan we doen. Oh ja, ik heb mijn haar geverfd gisteren. Yay. En mijn nagels gelakt. Helemaal fucked up. Dat gaat eraf dadelijk. Want het is te kaal. 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 Ik was niet zo van de donkere kleuren. Maar dit vind ik dan weer te bleek. Nee. Cyclory. Dus. Doei. Pak. Oké, maar dan begin je maar mijn kant op. Ja. Waar ga je mee beginnen? Is dat voor je eigen? Ja. Voor je eigen. What the fuck? Mag ik jou wel gewoon wat geven, ja? Oké, Ron krijgt weer wat. Hey, ja, ja. Ja, die koop ik elk jaar. Ho, ho, ho. Vrolijk kerstfeest. Maak ze open, ik ben een droppie. Ik krijg er wat, hoor. Hè? Ik krijg er wat. Open. Nou, ja. Ja. Mama, wat is Mama. Oh, hij is leuk. Hij is leuk, hè? Mama. Dat printje is leuk. Ja, hè? Oh, hij voelt lekker zacht. Past veel in. Dat past veel in, ja. Heel veel in. Oké. Ja, daar ben ik echt blij mee. Zo. Nou, een stekker. Hè? Hij is leeg of niet? Okay. Dat jij een stekker gaat. Oh, kom maar. Kom maar, kom maar. Ligt ze. Ik wil er wel een shit in. Van mijn neusjes aan mijn naam. Nee, heb je nagels op mij? Sorry, ik ga scheuren. Oh, wat is dit dan? Oeh, iets veranderd. Oh, dat is lekker. Ik zou het klepje lopen, heel erg. Nee, de grote. Ja, dat klopt ook. Kan je dat klepje? Dat is een klepje. Oh, heb ik weer wat hoor. Dat is mijn grote. Mijn nagel. Nou, heb je even? Of moet ik het versnellen? Nou, we hadden net zo goed tot alle vier kunnen wachten. Ja. Ja, ik krijg het einde. Oh, kijk. Oh, lekker. Ik kreeg hem binnen op mijn werk en ik vond hem zo lekker. Maar dat zei je. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik heb gekregen. Dus het is maar gewoon een kleine geitje. En ja, kijk maar wat je ermee doet.
Het zijn er twee. Oh, die is echt gaaf. Ik vond hem zo mooi. Ja, ik vond hem zo mooi. Hij is ook mooi. Ik vond echt mooi zoals hij leest. Ja, hè? Ja. Ik denk, nou, die gaan we gewoon even doen. En die dingen zit ook nog. Ja, wel mooi. Goed. Nou, ook goed ingepakt, hoor. Ja. Kan wel wat. Oh, super gaaf. Kijk hier. Er zit er nog in, of niet? Nee. Oh, echt heel mooi. Ja? Ja, ik ben echt blij. Ja, ik weet het niet. Een rasje. Ik heb dat even. Ik ook. Nooit. Hebben we nou echt dezelfde nail? En dat is nog niet eens de helft. Oh lord. En je tattoos on the outside. For the friendly Southside demon. Fanned into flames by Alice Cooper. En ik ga de vlog afsluiten voordat ik het weer vergeet. Het is bij 9 of zo. Mijn visite is nog niet weg, maar. Ik denk, gaan we even afsluiten alvast. We hebben een heerlijke dag gehad. Leuk gezellig. Leuke cadeautjes. Lekker gegeten. Ik ben kapot. Dus ik denk dat ik zo naar bed toe ga. Morgen doen we eigenlijk niks. Ja, de boom opruimen. Standaard hier. Die zal ik hem vanavond al de deur uit gedaan, maar ja. En verder, lekker chill dagje morgen. Dus, ik hoop dat jullie ook een fijne kerst hebben gehad. Nou, het is voor jullie nog niet over, maar voor ons zit het erop in ieder geval. Dus, zie je morgen. Een hele goede morgen en welkom op tweede kerstdag, waar wij geen kloten doen. Dan gaan we een paar boodschapjes halen en dan zien we het wel. En dit is even een genietmoment. We hebben alle kerstspullen opgeruimd, kerstboom opgeruimd. Huis is schoon, hè, chick? Heerlijk. Even bijkomen en dan ga ik lekker soep maken. Ik heb lekker een heerlijke pan verse groentesoep gemaakt. Eigenlijk waar. De rest eet de vlees van gisteren nog op. Ik krijg het echt niet meer door mijn strot heen. Ik heb trekkersoep. Dus gaan we soep eten. Debbertje had een lekkere brownie gebakken voor de kerst. Maar daar kwamen we niet aan toe, want iedereen zat vol. Hij was misselijk. Dus, ik red mijn eigen wel. Dat snap je zeker. En we eten soep. Met kleine hamburgertjes nog. Gewoon simpel. Dat had ik nog gekregen van mijn meiden voor de kerst. Lekker voor in de douche. En een chroompalet. Maar dat gebruik ik als highlighter. En twee lakjes. En natuurlijk mijn nieuwe kiplingtas. Nice. En een hele lekkere sjaal van Deb. Maar die zit nu in de was. En ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Het is dinsdagavond, dus. Ga ik hem editen. En dan ga ik hem online zetten voor morgen. Dus. Dat was kerst 2017. Olé, olé. Vandaag lekker het hele huis gedaan. Oh, heerlijk. Alleen mijn keukenraam moet nog even schoongemaakt worden. Want we hadden het ding opgespoten. Maar de droom morgen, want normaliter klim ik op het aanrecht, maar dat durfde ik dus echt niet. Griefstandig ook. Dus, ja. Ga ik lekker afsluiten, ga ik lekker douchen. Even rommelen. En morgen weer back to normal. Morgenavond heb ik Nio's een voetbaltoernooi, morgenavond. Dus daar wil ik nog heel eventjes heen. Dus... Maar goed, heel bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.